Ulrik Doesburg, hoe gaat het met je jongen? Goed, goed, goed. Met u? Met mij gaat het perfect. O-nieuws. Eerste item. Drugspreventie moet in scholen curriculum. Waarom vind je dat zo opmerkelijk? Nou, omdat de jongeren, we moeten ze bepaalde dingen duidelijker maken en goede voorlichtingen geven, zodat de situatie die we nu eigenlijk hebben niet erger wordt en niet uit de hand loopt later. Oké, dan gaan we snel door naar je tweede item. Vlees op vlees van Scrappy goed ontvangen. Wat is daar zo opmerkelijk aan voor jou? Nou, ik vind dat lied heel mooi. Ik heb het zelf gehoord. En ik vind het een heel goed lied, omdat hij een boodschap of aan de jongeren geeft. Dat lied gaat eigenlijk over dat je tijdens seks een condoom aantrekt en dat je veilig gaat vrijen en dat soort dingen. Dus ik vind het heel goed. Bescherm jezelf tegen SOA's, tegen ziektes en zo. Dat is dat lied, dat is waarover het gaat. Ik vind het heel perfect. Als ik je zou vragen waar je vandaag de dag druk om maakt in deze maatschappij, wat je bezighoudt, wat zou je antwoord zijn? Ik heb niet echt dingen waarover ik me druk maak. Wat ik wel zou willen is dat van die artiesten geregeld wordt. Want je bedoelt auteursrechten? Auteursrechten geregeld wordt. Want zonder die artiesten heb je veel dingen niet. Bijvoorbeeld in verkiezingen heb je artiesten nodig. En als allemaal zeggen dat ze gaan staken, dan heb je ook geen promotieplan zonder artiesten, zonder muziek. Zonder optreden van die artiesten bij massameetingen en zo. Dus als ze dat voor ons konden regelen, dan zouden we wel blij zijn daarmee. Dat we tenminste wat verdienen eraan. Want we geven alleen maar uit met een betalen voor de studio, videoclips betalen, kleding en zo. Maar we krijgen niets terug ervan. Dus dat is het. Ulrik Doesburg, wat kunnen we het komende jaar van jou verwachten? Nou, heel veel. Ik kom uit met een mixtape. Met mijn eerste mixtape. En ik ben ook bezig met HMG. We zijn bezig. We hebben 28 februari onze release party in Havana Lounge. Dus dat is het, een beetje organiseren, shows organiseren en meer dan met muziek bezig zijn. Nou, ik dank je voor het fijne interview en ik wens je ontzettend veel succes, jongen. Hetzelfde voor jullie met jullie programma.